Hoi, ik was laatst in Pabst en dat is een tankstation dat bekend staat om hun frisdrank, want ze verkopen daar heel erg veel verschillende soorten frisdrank. Het bevindt zich op Route 66 en dat is een hele bekende weg in Amerika. Misschien heb je hier wel eens eerder van gehoord. Ik ga je in ieder geval eventjes een stukje laten zien van hoe het er binnen uitziet en daarna ga ik een aantal van deze frisdranksmaken in deze video uitproberen. Dus als je nou benieuwd bent, blijf dan lekker kijken en laten we beginnen. Ik sta hier nu voor Pabst en ze hebben hier een heel erg gaaf kunstwerk zoals je kunt zien. Ze staan bekend omdat ze 700 verschillende smaken frisdrank verkopen. En dit is dus gewoon een tankstation. Dus het is heel erg apart, maar super leuk. Dus laten we gewoon naar binnen gaan en kijken wat ze verkrijgbaar hebben. Deze winkel is zo ontzettend geweldig. Er is hier zoveel te krijgen. Kijk, er zijn gewoon ontzettend veel smaken. Hier zijn al heel erg veel van deze flesjes in het raam. Daar op die muur heb je ook heel veel te krijgen. Hier ook. Ik ga in ieder geval even rondkijken en dan kom ik zo meteen bij jullie terug om te laten zien wat voor smaken ik heb uitgekozen. En dan ga ik ze uitproberen. Het leuke aan Pabst is dat ze echt de gekste en de raarste smaken hebben. Dus ik ga je gewoon deze eerste laten zien. En dit is namelijk Martian soda smaak. En op de voorkant zie je dus een alien staan. En als het goed is, smaakt deze frisdrank dus naar Mars. Tenminste, als je label mag geloven. En erop staat ook dat het kumquat smaak is. Ik heb geen idee wat kumquat in het Nederlands is. Maar volgens mij is het een groente. En eerlijk gezegd heb ik dit nog nooit eerder opgehad. Dus ik ga een stukje Mars proeven. En ik ben heel erg benieuwd waar dit nou precies naar smaakt en of het lekker is. Het ruikt heel erg fris en fruitig. Wauw, Mars smaakt echt heel erg lekker, jongens. Dit is inderdaad heel erg fruitig. Volgens mij is het eerder een fruit dan dat het een groente is. Ik had niet gedacht dat ik dit ooit zou zeggen, maar Mars smaakt heel erg lekker. De volgende smaak die ik hier heb is heel erg apart. Dit is namelijk hondenspeekselsmaak. Eeuw. En zoals je kunt zien is de kleur van deze frisdrank ook een beetje een speekselachtige kleur. Oeps, dat is niet zo heel erg goed. Gaan we. Het smaakt eigenlijk een beetje naar Fanta. Ik hou van hondenspeeksel. Deze smaak is een wat normalere smaak. Dit is namelijk druif-rozijnensmaak. Maar het ziet er wel heel erg gaaf uit. En eerlijk gezegd heb ik nog nooit eerder een rozijnendrankje op. Dus ik ben hier super benieuwd naar. Wow. Waar ruikt dit naar? Oh ja, naar druivensap. Oeh, volgens mij is dit heel lekker. Wow, zoet! Lalalala. Ik zou eigenlijk niet zeggen dat ik dit nou echt heel erg lekker vind, maar ik vind het ook niet vies. Het is eigenlijk best wel lekker. Oké, het is heel erg lekker. Ik ben heel erg benieuwd naar deze smaak, want dit is namelijk peanut butter en jelly soda. En dat is pindakaas met jam. Frisdrank. Tot nu toe hebben we gewoon smaken uitgeprobeerd waar je het niet mee kunt vergelijken, want Mars... Sorry. We gaan het gewoon uitproberen. De kleur is in ieder geval erg, ja, interessant. Het ruikt eigenlijk een beetje naar shampoo, maar ik weet niet of ik daar echt blij mee ben. Op zich vind ik het wel een lekkere geur, maar om het nou te drinken... I don't know about that. Whee! Wow, nu dat het in het glas zit, kan ik echt wel goed ruiken dat het gewoon echt inderdaad naar pindakaas en jam ruikt. Het komt me heel erg bekend voor, maar toch ook weer niet. Ik vind het best wel knap. Het smaakt inderdaad best wel veel naar pindakaas en jam. Alleen dan echt meer en meer zoet. Ik word helemaal vrolijk van deze smaak, want dit is namelijk een smaak van Mighty Mouse. En de smaak is blue cream, oftewel blauwe crème of zoiets. Waar ik het allerblijste van word, is de kleur. Want zoals jullie waarschijnlijk wel weten, zijn blauwe kleursnoepjes altijd mijn favoriet. Ik wil dit zo graag uitproberen, ik ben heel benieuwd.
Wow. Dit ruikt naar ijs. Wow. Wat een heftige blauwe kleur, jongens. Super cool. Nu dat ik het buiten het flesje zie, vind ik wel dat het een beetje op raamschoonmaakmiddel lijkt. Maar goed, ik ga het toch maar drinken. Wow. Dat had ik niet verwacht. Het is een soort van bosbessensmaak of zo. Ik weet het niet precies. Ik kan je wel vertellen dat het echt een stuk lekkerder ruikt en eruit ziet dan dat het smaakt. Teleurstellend. De volgende smaak is koffiesmaak. En je zult waarschijnlijk wel denken, koffie, maar dat is toch gewoon een drankje. Maar je moet even goed in gedachten houden dat dit dus een frisdrank is dat naar koffie smaakt. Yeah. Oké, ik ben benieuwd naar hoe je dit zal ruiken. Oké, dat had ik totaal niet verwacht. Ik kan het niet omschrijven, jongens. Het is zo raar. Wacht, ik ga het eventjes in het glas doen. Misschien kan ik het wat beter ruiken dan. Oh, dat ruikt zo enorm muf. Het ruikt naar hout en sigarettenas en zo. Oh, godverdamme. Oh, ik wil er geen slokje van nemen. Ik ga het gewoon doen. Ik ga het doen. Oh, oké. Niet lekker. Het smaakt wel een stuk beter dan dat het ruikt. En het smaakt absoluut niet naar koffie. Ik weet niet of jullie wel eens gewoon een koud kopje koffie hebben gezien. En dat iemand dan heeft gerookt. En daar stopt hij dan de sigaretten in. Hoe dat eruit ziet, daar smaakt dit dus naar. Gadverdamme. Ik kwam net van de koffiesmaak af. En nu ga ik door naar vloeibaar vlees. Dit is namelijk buffalo wings. Oftewel kipvleugeltjes of weet ik veel. In ieder geval heb ik hier absoluut geen zin in. Want dit gaat waarschijnlijk niet zo heel erg lekker smaken. Oh. Als eerste ruikt het naar sinaasappelsap. En dat is best wel lekker. Maar daarna ruikt het naar vlees, inderdaad. Oh, dat ruikt zo vies. Moet ik hier echt een slokje van nemen? Wie bedenkt deze smaken? Godver! Wow, het is eigenlijk gewoon... Het is eigenlijk een beetje pittig. En dat is best wel raar. Maar het smaakt totaal niet vies. Het ruikt zoveel viezer dan dat het smaakt. Gelukkig, want ik dacht eventjes dat ik zou gaan overgeven, jongens. Ik heb het overleefd. Oh, snel door naar de volgende. Jongens en meisjes, tot nu toe heb ik nog heel erg makkelijke smaken gehad vergeleken met de smaak die ik nu in mijn handen heb. Want dit is namelijk puistpopper. Zoals je kunt zien ziet de label er echt heel erg goor uit. Het is gewoon zo'n tienerjongen die allemaal puistjes aan het uitknijpen is. Dus ik ga gewoon puistensap opdrinken. Eeuw! Eeuw! Dat ruikt niet zo heel erg onplezierig. Er is nog hoop, jongens. Het ruikt een beetje naar Play-Doh. Ik weet niet of jullie dat kennen. Play-Doh is namelijk klei voor kinderen. En het heeft altijd een beetje een vanille klei-achtige geur. Wow. Ik vind het niet zo heel erg lekker, maar het smaakt ook niet vies. Maar ik moest er eventjes... Maar ik moest gewoon eventjes aan puistjes denken. Dat was niet wel heel erg goed. Oké, ik zet het even aan de kant. En dan gaan we nu maar gewoon snel door naar de volgende smaak. Tot nu toe hebben we echt de raarste smaken gehad. Namelijk puistensap, sigarettencola, buffalo wings. Maar deze video zou niet af zijn zonder deze smaak. Namelijk bacon! Ik ben hier eigenlijk best wel bang voor. Want ik denk dat het ook inderdaad naar spek zal ruiken en zal smaken. En ik denk niet dat ik echt een fan zal zijn van spek in vloeibare vorm. Oké. Ja, dat ruikt inderdaad naar spek. Het is zo realistisch dat ik het gewoon niet raar vind ruiken. Gaan we? Het ruikt een beetje naar spek gecombineerd met bier. Ik hoop echt dat de smaak niet zo erg is, jongens. Oké, daar gaan we. Ah, oké. Ja, ja. Ik zou bijna wel zeggen dat ik dit nog best wel lekker vind. Spek frisdrank, jongens. Proost!
Bedankt voor het liken van deze video en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, zodat je op de hoogte blijft van wanneer ik een nieuwe video online zet. En de vraag van vandaag heeft te maken met deze helm. Jullie hebben me namelijk geholpen om de naam van Tyler te verzinnen van Build-A-Bear, maar deze helm heeft nog geen naam. Dus de vraag is of jij met een originele en creatieve naam kunt komen voor deze helm. En laat het me dan weten in de reacties onder deze video. Ik ben echt super, super benieuwd naar jullie antwoorden. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg! Jullie hebben me namelijk geholpen om de naam van Tyler... Auw.